Hey guys, what's up? Perkebop hier. En ja, ik weet niet of sommigen van jullie het al herkennen, maar dit is Dead Island nagebouwd in Minecraft op een soort van eiland, tenminste dat hoorde te zijn. Ik heb de game zelf niet. Ik heb het ook niet in mijn eentje gebouwd natuurlijk. Ik heb het met een paar vrienden gebouwd. Er waren ook nog een paar random mensen die me hielpen met het bouwen ervan. Het is niet zo heel groot. Ik weet ook niet precies wat de schaal is die we gebruikt hebben. Wist ik ooit wel, maar dat ben ik vergeten. er is een dock. Een soort haven, denk ik. Ik heb het spel zelf niet. Ik weet wel wat vanaf. Maar, ja, een soort... Soort handdoek voor op het stand ofzo, waar je op ligt. Lekker schoon, lekker als het maar weer is. En, spreekt wel ongeveer voor zich denk ik, dus zijn wat in Minecraft. Nog een pauze. Dit is volgens mij het lifeguard station. Een soort strandwachters, huis, station, gebouw. Hoe je het ook wil noemen. We hebben daar nog een vuurtoren. Ziet er ook wel gaaf uit. Zoals je kunt zien is glowstone gebruikt als lichtbron. Daarbinnen zit ook een trap. Ik kan ook wel even laten zien hoe de ingang zit. Ik ben echt een tijd al niet op deze map geweest. Dus ja, er zit een soort trap in. Helemaal naar boven. Ja, dit is volgens mij spawnpoint of zo van Dead Island. Je spant tenminste vlakbij een strand, dat is wat ik weet voor zover. Leuk huis. Volgens mij span je als je hierin komt. Dit is mob arena. Dus dit kun je gewoon spelen met mobs die dan spannen. En dan moet je dan killen. En dan krijg je rewards ervoor zoals een diamond shovel of zo. Of een diamond sword als je het heel goed doet. Maar ja, als je die game dan speelt hier in Minecraft. Op onze server. Span je in het huis. Gewoon even de informatie. Tunnel gemaakt. Alleen de mobs die staan al uit. Alleen ik denk dat mijn vriend ze vergeten is uit te zetten. Want we waren op een andere map aan het spelen. En daar wouden we wel mobs aan hebben. Om het eerlijk te houden. En ja, toen zijn we naar deze map geswitcht. En waarschijnlijk heeft hij het aan laten staan. Maar dat is niet zo'n groot probleem. Ik had hier ook nog ergens. Ben ik ondergrond gaan bouwen. Ergens. Oh, hier. Ja, hier ben ik ondergronds gaan bouwen. Ik weet niet waarom. Ik had een idee van een soort ondergronds bunker of zo. Heeft niks te maken trouwens met Dead Island waar ik nu naartoe ga, volgens mij. Tenminste, voor zover ik weet heeft het niks mee te maken. Het is gewoon omdat ik me een beetje verveelde. Dus ik dacht, laat ik eens wat ondergronds bouwen. Ja, dat is een behoorlijk lange trap naar beneden. En daar zit een tree verkeerd. En daar zit hij dan ook verkeerd, maar dat fix ik later wel. Dus ja, dat heb ik zelf gebouwd onder de grond. Door te zien zijn hier ook monsters gespand helaas. Het is nog leuk, een paar creepers. Ja, blijkbaar hebben Endermans het een beetje geruined. Zijn er veel mobs gespand, standaard. Maar goed, ja, dat is een beetje een tour van de Dead Island in Minecraft. Zelfgebouwd met een paar... Ja, zelfgebouwd wil zeggen... Ik met nog een paar mensen. Eigenlijk een paar mensen en ik. En ja, ik hoop dat jullie het van genoten hebben. We hebben ook nog wel meer van zulke mob arena's gebouwd. Dit is toch wel het meest indrukwekkendste gebouw. Is ook wel logisch. Misschien moet ik het ook nog even in. Heel veel hetzelfde. Zo'n disco ding van spinnen. Dan heb je hier een verdieping met de kamers. En dan heb je hier nog een verdieping met de kamers. En dan kun je hier nog heen. En dan kun je gaan kijken. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze tour. Als je het leuk vond, thumbs up.
En subscribe alsjeblieft. En als je het niet leuk vond, doe je dat natuurlijk niet. En bedankt voor het kijken. En dan zie ik je in de volgende video. Adieu.